Dames en heren, het moment is dan eindelijk daar. We gaan bekendmaken wanneer de beta van start gaat van PlanetCraft. Heel veel mensen hebben zich aangemeld, duizenden mensen. Inmiddels zijn er op social media al zeker meer dan de helft bekendgemaakt. Ik sta hier nog steeds samen met Colin, die ken je misschien van een vorige aflevering, de projectleider. Als goed is heb jij je staffteam rond de tijd dat deze video geüpload is ook al helemaal klaar, Colin? Zeker, ja, klopt. De plugins zijn getest. Ik heb in een vorige video laten zien hoe makkelijk het is om een paar honderd credits in Australië te fixen voor je bootje. Het is allemaal zo geregeld. Ik heb nog heel... credits natuurlijk niet. Ik heb heel weinig credits momenteel, dus ik hoop dat we die binnenkort gaan krijgen. En we staan hier vandaag op mijn prachtige mooie landje. Country Info. Naam Ierland, owner dus David. Hoe kan ik jou toevoegen als member? Als het goed is, als je zegt country en dan invite was het volgens mij. Invite en dan gewoon Colin. Heb ik jou geïnvite? Het is country at member, als het goed is. Oh, ik wil zeggen, oké. Slash country, country at member. En dan gewoon Colin. Yes. Kijk, ik heb hem in mijn scherm ontvangen. Oh, we gaan vandaag even aan de slag met Ierland. Ik heb in de vorige video natuurlijk de 5 invites bekendgemaakt. De gesprekken met Sander en mij en de YouTubers zullen ook redelijk snel van start gaan. Waarbij het dus mogelijk gaat zijn dat je ook andere invites voor de beta nog kan krijgen bij Potrond, Vaco Games, Duffy Games, misschien zelfs Bardek. Laat dat even weten of je die mensen ook gaat kijken. Hou je het alleen bij DDC? Dat is natuurlijk ook helemaal prima. Maar ik ben wel heel benieuwd hoeveel jullie mensen hier hyped over zijn. En Colin, na eigenlijk weken werken, waren altijd al heel erg in de buurt natuurlijk, met het ver het was. Hebben we eindelijk nu een datum kunnen zetten waarop wij de beta-test kunnen doen. Voordat we dat gaan bekendmaken, is het misschien wel even handig voor spelers om te weten wat een beta-test voor ons inhoudt. Want sommige mensen denken, oh nice, dus hebben we een voordeel en dan kunnen we eerder starten en zijn we vet rijk. Maar nee, hè? Nee, dat is niet zo bij deze beta. Leg het even uit. Wees even wat specifiek. Deze beta houdt echt puur in dat je begint met spelen. Je kan gewoon alles doen wat je kan doen dadelijk tijdens de release. Maar op het moment dat het de game uit de beta gaat, wordt alles weer opnieuw gezet. Dus eigenlijk gewoon echt een testperiode. Ja, precies. Dus je hebt er geen voordeel aan behalve dat je de game gaat kennen. Je krijgt van ons waarschijnlijk iets leuks, een chatkleurtje. Ja, dat wil ik ook wel zeggen inderdaad. Of wat extra credits, maar het is niet alsof je zeg maar in de 4 weken beta dat we gaan doen, dat je heel China kan hebben en dat niemand China kan hebben straks. Klopt. Nee, okay, inderdaad. Okay. Maar wel belangrijk om erbij te zijn. Dat even te melden wel. Het is niet... Ervaring word je altijd rijker ervan. Oké. Okay. Nou, is die dag is een hele speciale dag. Wist je dat eigenlijk wel eens, of niet? Dat het een hele speciale dag is. Dat wanneer we de beta gaan starten. Oh, is dat zo? Ja. Weet je wanneer ik jarig ben? Oh, ja. Weet je dat, of niet? Nee. Oh, Colin weet niet wanneer ik jarig... Op dezelfde dag als de beta, 8 februari, dames en heren. Dan gaan wij los. Dat is dus vrijdag. Dus volgende week vrijdag, op het moment dat wij het opnemen. Maar ik weet niet wanneer die geüpload wordt. 8 februari, letterlijk de dag van mijn verjaardag, is er eindelijk weer een nieuwe grote global game op de DDG-server. Zie ik daar nou een appel liggen? Hell yeah, boy. Ik heb een appel gezien. Mooi. Heb je een appel, ja? Colin! Wat heb je? Colin, kom hier! Vertel. Kijk wat hier zit! Oh, dat is als het goed is aluminium. Ja, kijk wat hier zit. Nee, dit is tin. Wat, het groeit hier gewoon uit de... Ja. I love Ierland, man. I love it. Het groeit hier gewoon letterlijk uit de rotsen. We gaan hier even kort een klein huisje maken, denk ik. Kunnen wij dit een huisje bouwen, ja? Ja, kunnen wij dit kapot maken? Het gaat niet zo heel praktisch. Ja. Als het goed is, kan je het kapot maken, maar je krijgt niks, dus... Oké, ik hoef ook nog helemaal niks te hebben. Ik maak een crafting table. Dan denk ik dat het handig is als jij een mini-huisje maakt. Kun je dat? Moet ik een mini-huisje bouwen, ja? Ga jij maar een mini-huisje bouwen. Oké. Dan doe ik even gauw een scheppie maken. Hoppakee, die stick moet weg. Ik heb een scheppie. Ik ga dat even vlak maken. Dus 8 februari, Colin, dan is het zover. Dat is al, voor ons is dat binnen een week ongeveer, maar voor de kijkers pittig snel, misschien inderdaad. Binnen een paar dagen al dat dan zover is. En ja, heb jij een paar leuke namen gezien waarvan je denkt, ik ben heel erg benieuwd of die wat gaan bereiken in de beta of een goede test kunnen gaan doen natuurlijk. Want zeker, er zitten echt best wel veel namen tussen waarvan je echt wat gaat verwachten, zeg maar. Ja, precies. Vooral denk aan My Nation bijvoorbeeld. Ik zag echt My Nation spelers. Voor mij zijn ze er ook een beetje op geselecteerd. De grote vraag is, wie heeft het gedaan? Want heel veel mensen denken
dat ik die lijst heb samengesteld. En dat van ja, dat is waarschijnlijk alleen maar weer mensen die die kent. En maar dat is helemaal niet zo. Ik heb die lijst helemaal niet gemaakt. Nee, klopt. Wie wel? Die heb ik samen met Sander gemaakt. Kijk, wou ik maar even aangeven. Ik zal gauw even deze eventjes naar binnen zetten. De crafting table. Dan hebben we ook mooi een huisje. En dan is mijn eerste missie, eerlijk gezegd, gelijk. Die zetten we hier zo neer. Om die oors te gaan pakken. Weten we nog welke oor het was, toevallig? Tin was dat, toch? Was dat tin? Kun je dat met een hout... Kun je dat volgens hakken? Mij wel. Dat dacht ik wel. Ik hoop niet. Ik weet dat koper kan, maar tin weet ik niet zeker. We gaan het proberen. Ja, en nou, anders zouden we eerst nog even wat steen kunnen halen voor de zekerheid. Maar volgens mij kan je dat gewoon met een... goede ex... Yeah, boy! Ik heb tin. Ik heb tin. Ik vind het helemaal nice. We moeten wel kool vinden zometeen. Oh ja, anders kunnen we dat nog helemaal niet omzetten. Ja, inderdaad. Dit is wel een dingetje hoor. Heel veel mensen die survival spelen of zelfs modded Minecraft, die zijn natuurlijk in een bepaalde sleur geraakt. Die weten precies wat ze moeten doen, wanneer ze het moeten doen, met wat ze het moeten doen. En dit is wel even wennen, denk ik. Ik moet hier zelf gewoon nog aan wennen. Dat ik het gewoon dat, eigenlijk ja. niet eens weet waar ik aan begin. En dat vind ik wel een leuk avontuur altijd. Man, I love Ierland. Ik vind het echt een geweldig land. Ik heb nu allemaal ja? al shit gevonden. Ja joh, ik heb 2 tin. En die kunnen we gaan proberen. Zit hier ook nog wat? Kunnen we natuurlijk allemaal gaan proberen om te zetten zometeen? Nee, hier niks. Misschien waren het gewoon 2 lucky blocks. Ik weet het niet. Hoe staat het met ons huis? Ziet er heel mooi uit. Oké. Okay. Gaat een stenen pickaxe, gaat dat sneller hakken of niet? Ja, een stenen pickaxe hakt uiteraard sneller. Oké, dan nemen we die mee. Wou je er ook een? Ja, is goed. Kom maar. Dan maak ik voor jou ook even eentje. Doe maar ook maar zo'n ding. Hoppa. Kijk, die ligt hier op de grond. En dan ga ik heel gauw even een steen hakken, zodat wij onze oven kunnen maken. En dan gaan we kijken of we onze allereerste resources kunnen hakken. Wat apart, want we hebben nou dus als eerste resource hebben we geen kool of zelfs geen iron. Maar gelijk een, nou ja, zeldzaam zou ik niet zeggen, maar wel een nieuw item. Juist die dingen waar ik het over heb, waarin mensen moeten gaan wennen dat het allemaal wat anders werkt, zeg maar. Ik bedoel, de custom recipe voor een enchanted houten zwaard is al super ingewikkeld. Laat staan wat we straks nodig hebben voor een spaceship of dat soort dingen. Oi, 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 oi. Hoeveel zin heb jij erin, Colin? In de beta? Ja. Ja, heel erg veel zin. Wat... Ik ben echt benieuwd wat mensen gaan doen. Precies, want wat hopen we eruit te krijgen? Zijn we benieuwd naar hoe mensen gaan natuurlijk. Spelen? Oh, ik heb nog meer tin gevonden. En hoe de speler het vindt, dat is ook belangrijk. Is het dat tin? Ja, het is tin. Ja, hoe groot willen we een deur hebben? Willen we een 2x2 deur of willen we... We gaan voor gemak deze keer. Oké. Hé, maar Ierland is dat... Ik heb nog meer tin. Is Ierland een land vol met tin of zo? Wat is dit? Is dit specifiek een tinland? Ik zou het niet weten. Ik ga even kijken of we nog iets van kool kunnen vinden. Ik heb nog meer tin gevonden. Ah, Colin, dit is niet normaal meer, joh. Ik hoop wel dat de mensen die deze video kijken en heel erg hyped zijn voor Planetcraft... dat ook eventjes appreciëren door een like achter te laten. Dat vind ik altijd een leuke graadmeter met hoe... Hoe populair en druk iets natuurlijk kan zeker, gaan worden. En ik gewoon lekker dat lijkje heb zomaar het idee dat kijken naar de beta, hoeveel mensen early access wilden. Het is ook een gratis game. Anders als Mytopia, anders als My Nation. Ik heb weer wat gevonden. Ik heb koper gevonden. Wat heb je gevonden? Ik heb tin gevonden. Ga even weg, jongen. Jesus. Dit is een prachtland. Huppakee. En ik heb water gevonden, maar dat hebben we niet nodig. Ik ben heel erg benieuwd hoeveel mensen dit uiteindelijk gaan spelen. Besef dat we dus 400 man, 500 man aankunnen op de eerste map. En dat is het. Misschien moeten we wel sneller uitbreiden dan we dachten, Colin. Dat we gewoon een Earth 2 moeten maken. Gaan we ons sowieso voorbereiden op in de beta. Dus dat komt wel goed. Ja, daar kan het niet over vol zijn. Maar ik ben... Ik kan me nog goed herinneren toen Kingdom openging, toen My Nation openging. Dat het gewoon bomvol zat en niemand had een idee wat we moesten doen. En ik heb het in de vorige video wel uitgelegd. Maar misschien dat jij een paar goede tips en tricks hebt voor mensen wat ze moeten doen. Mensen die als groepje samen spelen, maar ook vooral de mensen die alleen spelen. Want voor mij is het inmiddels een term. En ik denk dat de kijkers van DLC het ook inmiddels wel weten. Maar ik heb het dan over een Tigodorp. Weet je dan wat ik bedoel? Mm-hmm. Ja, ik snap precies wat je bedoelt. Wat is een Tigodorp? Ja, dat is echt een eenmansdorpje is dat. Ja, en dat is niet erg. Dat is een prima speelstijl, I guess. Alleen, ja, het zorgt wel voor dat je... wat gelimiteerder bent. Het is niet alsof je dan makkelijk China kan claimen of zo hier. Nee, klopt. Nee, dat gaat langer duren. Misschien maar is het zelfs onmogelijk, omdat de groepen het waarschijnlijk sneller doen en hem dan al hebben en dan kun je China niet meer claimen. Maar wat, ja, het is anders, want het is niet alsof je alleen maar kan hakken of alleen maar kan bouwen. Je kan... Nee, klopt. Je kan zelf nu, zeg maar. Ja. Okay. Het is ook... Dat is één tip die ik wil meegeven aan dadelijk als spelers gaan beginnen met spelen. Ja.
Wees niet alleen op Australië in het begin. Ik bedoel, je kan zo uit het niets een land kopen dadelijk. Maar als je nog nooit bij dat land bent geweest, misschien zie je helemaal geen oors liggen. Ben ik nou gek of doet Tin het gewoon niet in de oven? Doet hij het niet? Koper, dat is lekker bezig. Maar Tin is niet bezig hoor. Tenminste, ik denk het. Nee, ik zie het. Moet daar specifiek iets anders in of zo? Maar ik dacht dat hij met kool dat hij het wel deed. Gooi er eens kool in. Heb jij kool? Ik heb geen kool. Maar pak maar even kool. Dan ga ik nog even, verder bijden. Of nee, ik ga eventjes, net als William Wallace, die is als een Schot, dat is geen Ier. Gaan we even uitkijken over het prachtige land wat ik heb. Dat, voor alle duidelijkheid, is niemands land. Er is geen land aan die kant meer. En dat is natuurlijk wel fijn om mezelf straks te kunnen beschermen tegen de... Ik heb weer... Dit is het land van Tin. Ik heb weer Tin gevonden. Dit is echt insane. Heel Ierland zit vol met Tin. Wat kunnen we met Tin? Is dat straks om staal? Volgens mij kan je zelfs met Tin een boog maken, maar dat weet ik niet zeker. Of pijlen, maar in ieder geval staal, volgens mij. Dat dacht ik ook. Tin en koper. En je hebt het volgens mij ook nodig voor steel. Ja, dat zeg ik, staal. Dan heb je tin, koper, iron en... Wat was het volgens mij? Heb je ervoor nodig? Ja, precies. Titanium nog niet, dacht ik zo. Het titanium, dat zit gewoon in het wild. Never mind. Oké, dus mijn koperen ingot, die is klaar. Dan gaan we kijken wat we hieruit kunnen halen. Crafting recipes. Als wij een houten zwaard willen. Waar de fuck staat mijn houten zwaard? Mijn houten zwaard staat er niet tussen. Oh, tuurlijk. Ik had even de recipes aan mezelf gegeven. Kun jij dat of niet? Recipes geven. Dat denk ik wel. Ik ben even het command aan het zoeken dan. Maakt niet uit. Jullie spannen daar straks een default mee, jongens. Maar wij in ieder geval niet. Daar komt het op neer. Ik ga je wel een klein beetje helpen met het bouwproces. Want ik heb wel het idee dat jij er een beetje mee aan het struggelen bent. Ja, ik weet niet echt precies wat voor... Ja. Ja? Stiekem kan ik eigenlijk ook gewoon niet bouwen, maar... Maar je bent PL. Hoe ga je dat doen? En hoe ga je straks ervoor zorgen dat... Oh my god, jij gaat het druk krijgen als PL, dat weet je, hè? Gaat zeker druk krijgen. Oi. Oké, we doen hier alle tin in, want die kunnen we blijkbaar nog niet smelten. Dat gaat als goed is Colin wel even doorgeven, denk ik zomaar. Ja, dat is al doorgegeven. Koper is al wel doorgegaan. En ja, ik kan nu nog niks met koper. Als ik het recipe uit mijn hoofd wist, dan kon ik het doen. Maar ik weet hem letterlijk niet uit mijn hoofd. Weet jij de recipe voor een houten zwaardje? Non-enchanted? Ik kan hem wel zien, denk ik. Oké, nou ga jij dat even doen. Dan ga ik even over Ierland heen kijken. Sterker nog, jongens, ik ga gewoon cheaten. Ik ga over Ierland heen vliegen. Oh, dat gaat wel heel snel. Fly speed 0, bedoel ik. 0, 0, 0. Dan sta ik helemaal stil. Dat is ook niet handig. 0.1. Yeah, boy. Daar is als het goed is Engeland. Dat is best wel dichtbij. Maar niet. Ik kan natuurlijk makkelijk een muurtje omheen bouwen. Wat denk jij dat ik zou moeten doen? In. Zou ik, als ik dit land daadwerkelijk heb, moet ik dan echt een muur maken? Of zeg je dat valt wel mee, mensen gaan eerst toch resources verzamelen? Want ik ben echt als dood dat YouTubers gewoon, ja, I guess gefocust worden. Het is toch ook leuk als je dat doet. Ik ga even bij de buren kijken bij Ierland. Maar vertel. Nou, ik zou als ik jou was, en dan kijk ik echt in het perspectief van jou, denk ik wel dat je een kleine muur nodig zou hebben. Waar je tenminste begint met bouwen. En als je wilt uitbreiden, kan je natuurlijk uitbreiden uiteindelijk. Ja, zijn er eigenlijk grotten hier? Ik zweer het je, boven Engeland heb ik ook lek. Ik weet niet wat dat is, maar het is net alsof er shulkerboxers onder zitten. Boven Engeland ook, ja. Ja, en als ik helemaal hier bij Ierland ben, als ik bij jou ben, dan is het gewoon weer weg. Heel apart. Ja, nee, dit gaat beter. Ik heb hier helemaal geen lek. Nee, ik was dus benieuwd. Ik ga wel even in Game Mode 3. Voor de mensen die later in de echte game, want dit is, again, waarom kan ik niet Game Mode 3 doen? Kan je geen Game Mode 3 doen? Volgens mij is dat Game Mode Spectator. Oh, 1.3. I love it. ja. Voor de mensen die straks dit gaan claimen, kunnen ze nou een beetje meekijken. Kijk, we hebben dus wel degelijk grotten hieronder. En laten we er eens even eentje gaan bezoeken. Oeh, dat is een hele aparte grot. Zit dus die grot is helemaal onder water. Ja, volgens mij zijn dat heel veel van de grotten die onder water staan. Maar ik heb wel emerald. Best wel wat zelfs. Heb je emerald gevonden, ja? Ja, en kool. En meer niet. Oké, we gaan naar de volgende grot. Ja, deze grot zit ook onder water. Ik zweer het je, alles zit onder water volgens mij. Ja, hè? We hebben goud, we hebben emerald, we hebben iron. Ja, dan moeten mensen eigen grotten maken, denk ik, hè? Ja, dat komt wel goed, hoor. Mensen kunnen heus wel eigen grotten maken. Ik was gewoon benieuwd wat er allemaal zat hier in Ierland. Want dit zal uiteindelijk
mensen gaan dit bekijken. Mensen gaan waarschijnlijk Ierland willen claimen, puur omdat ik er heb gezeten, zeg maar. Dat denk ik ook. Ja, maar dan heb je ook al een beetje een idee waar alles zit. Dit vind ik echt een super chill land. Het zit in de buurt van Europa. Je kan het makkelijk kun je het beschermen met muren. Het is groot, klopt, dus je hebt ook klopt. Veel resources. Dat is toch super ja, chill? Ja, inderdaad. Ik vind het echt super chill. Heb ik nou... Oh nee, ik dacht even dat ik mijn recipes erbij had. Goed, dan gaat deze er ook in. Dames en heren, ik ga nog even lekker verder klooien. En ik denk dat jullie de volgende aflevering zien wat mijn voortgang gaat zijn van 2-3 uur lang survivalen in Ierland. Ik ben heel benieuwd natuurlijk wat er dan gaat gebeuren en wat ik allemaal gevonden heb. Of ik er een beetje uitkom met de recipes. Voorlopig wil ik Colin heel erg bedanken voor het meehelpen, het mee uitleggen van de 8 februari deadline voor onze prachtige mooie beta. Ik ga nog even één keer zeggen. De beta is niet de final game. De beta wordt gereset. Voor de beta zijn ongeveer 250, en er komen nog 50 invites bij, mensen geïnvite. Die gaan dat mee helpen testen. Er kunnen geen rechten ontleend worden. Als jij hier zoveel credits hebt, heb je dat niet op de echte server. Als jij hier Frankrijk hebt, betekent dat niet dat je dat de anderen ook recht op hebt. Het is eigenlijk een beetje voorkennis van de game opdoen. En ja, ons natuurlijk inderdaad. Helpen om de laatste kleine dingen eruit te halen. Vooral het balancen van de coins en de trade villagers en dat soort dingen allemaal te gaan doen. 8 februari is het zover. De tijd is nog niet bekend, maar ga uit van op een vrijdag. Ik denk zo'n beetje 6 uur 's avonds, zullen we het waarschijnlijk doen. Heel misschien 7, maar dan weten we zeker dat Ruben en Colin er ook zullen zijn. Info volgt allemaal nog op het forum. En ik denk dat er een forumpost is tegen de tijd dat deze video online zal staan. Heel erg bedankt voor het kijken, jongens. Vergeet niet even die like achter te laten als jullie hier net zo hyped over zijn. PlanetCraft gaat daadwerkelijk echt beginnen. Een nieuw avontuur voor iedereen die van oorlog houdt. Van techniek, van grinden, van space traveling handelen. Uiteindelijk zelfs. Handelen. En misschien iedereen die ook wel een klein beetje stiekem, Colin, van My Nation hield. Bedankt voor het kijken, zeker jongens. Weten. En tot de volgende keer. Later.